Al die primeurs worden natuurlijk genoemd in dit boek, dat begrijpt u wel. Zo'n 30 onderwerpen staan erin en dan is het nog niet eens volledig. Onderwerpen op het gebied van vervoer, techniek, kunst, cultuur, ontwikkeling, architectuur, sport en recreatie. Om maar eens wat te noemen wat die sport betreft, de eerste golfbaan, de eerste tennisbanen, de Bataaf, het eerste overdekte zwembad aan de Mauritskade, de eerste overdekte tennishal hadden we ook, Marlot. En zo zijn er natuurlijk allerlei leuke dingen bij elkaar te verzamelen om in zo'n boekje door te brengen. Ik wil nog één item eruit halen, omdat ik dat gewoon zo'n verschrikkelijk verrassend item vond. U kent het allemaal, de Torengarage in de Torenstraat. Het heeft met elkaar niks te maken. Dat toren heeft, Torenstraat is natuurlijk, de naam is verbonden aan de grote kerk. Deze vier etages tellende torengarage van de architect Greve werd in 1930 opgeleverd. En was de eerste parkeergarage van Europa. Ja, 2 maanden later opende in Berlijn een gelijksoortige parkeergarage, maar die was minder groot van opzetten.